Inspirerend verhalen over groei en verandering kunnen zijn, bleek donderdagavond in het stadion De Goffert. Daar hielden NEC en uitzendbureau In Person het allereerste Inspiration Event. Het thema is Be the Change. We zoeken bij spelers, medewerkers en organisatie onderscheidend talent. Die echt ook ontwikkeling laten zien. En In Person is een organisatie die dat echt identificeert. Een bedrijf wat daar zich mee identificeert. Dat proberen we vandaag tot stand te brengen. Eigenlijk Nijmegen mobiliseren. Omdat die ene medewerker, die onderscheidende talenten, of die ene speler of die ene organisatie te vinden. En die dan ook te belonen, omdat het heel onderscheidend is. Nou, jullie zijn partner van In Person. Hoe inspirerend is die samenwerking? Nou, In Person is ook partner van ons. Dat bepaalt het dus ook. Het is een inspirerende samenwerking omdat we dit soort dingen samen doen. Het is niet zomaar een samenwerking waarin we sponsor zijn. Zij sponsor van ons en andersom wij partner van hun. We zoeken echt samen een manier om de strategie van In Person daadwerkelijk voelbaar te maken. En dat is Be the Change. Nou, wij geloven erin dat dat een onderscheidend vermogen is voor deze partnersamenwerking. Wat is In Person? In Person is een uitzendbureau met een landelijke dekking. En wij zijn met name groot in de productielogistieke omgevingen. En wat sprak jullie aan NEC aan om daar partner van te worden? NEC is een hele ondernemende club. Het is echt een van alle voetbalclubs in Nederland. Is NEC degene die het meest ondernemend is en het lef heeft om dingen aan te gaan. De presentatie van het Inspiration Event was in handen van Fons de Poel. Na zelf te zijn ondervraagd, vroeg NEC-directeur Bart van Inge op zijn beurt hoe de Poel kijkt naar de ontwikkeling en noodzaak tot verandering binnen zijn vakgebied journalistiek. Ja, ik geloof dat als je niet verandert, dan ben je ten dode opgeschreven. Dat geldt voor elk vak en elke organisatie en dat geldt zelfs in de natuur. De dodo is ooit uitgestorven omdat hij dacht dat hij geen natuurlijke vijanden had. Dus die verleerde om te vliegen. Daarom is die dodo doodgegaan ooit op Mauritius. Dat geldt voor elke organisatie en voor elk individu. Dat als je niet bereid bent om te veranderen, dreig je al heel snel een dodo te worden. Dus verandering, dat is niet zomaar iets om economisch gewin uit te halen of om je te profileren. Nee, verandering is een levensnoodzaak. Zonder verandering is er geen leven en geen toekomst. Was het voor u als presentator een inspirerende avond? Ja, want ik vind het heel erg leuk dat NEC op een andere manier naar businesspartners kijkt en daar leukere, grotere dingen mee wil dan alleen maar een beetje exposure. Dus dat is inspirerend. Ja, en ik kan enorm genieten van een man als Foppe de Haan. Omdat die is van een authenticiteit en die kan zo geweldig inspireren, terwijl hij tegelijkertijd helemaal zichzelf niet hoeft op te beuren. Hij is gewoon een authentieke Foppe. En met geweldige inzichten, met grote innovatieve kracht, met enorm gevoel voor storytelling. Hoe je een organisatie of een speler of een voetbalclub meekrijgt in een visie, meekrijgt in een einddoel. Ja, dat vond ik wel. Als je mij vraagt, was het inspirerend? Ja, ik vond Foppe de Haan heel inspirerend. Oud-voetbalcoach Foppe de Haan was een van de gastsprekers tijdens het evenement. Hij gaf zijn persoonlijke visie op de noodzaak tot verandering met voorbeelden uit de sport en zijn eigen loopbaan. Was u in uw loopbaan iemand die makkelijk en snel verandering omarmde? Ja, ik was redelijk, ze vonden wel eens te. En dan heeft hij weer wat. En dan moet het weer anders of op een andere manier. Ja, maar goed, ik had wel een idee waar ik heen wilde. Maar dat gaat altijd gepaard met mensen met veranderingen. En mensen hebben gemiddeld genomen een hekel aan veranderen. Hè. Het was soms wel iets te vooruitstrevend misschien. Ja, te. Later werd ik ook wel wat rustiger. Maar dan had ik wat gelezen of ik had wat gezien. Nee, maar dat kunnen wij ook wel doen. Nou, dan begon ik erover na te denken. En ik had een maatje die met me trainde. Was eigenlijk hetzelfde. Zo gaat dat. Hè. Ja, kunt u een concreet voorbeeld noemen waarin verandering echt tot groei heeft geleid? Er waren heel veel blessures die kwamen omdat bepaalde spieren of gewrichten slecht getraind waren. En met name enkels. Nou, en dan weet je, dat weet je gewoon uit ervaring, van als je in de duinen wandelt, dan kantelt het enkel voortdurend, worden die banden worden hartstikke sterk. Dat kan je niet nadoen.
Dus toen bedachten we een bak van 1,5 meter bij 75 centimeter met boordevol mais. En dan moesten die maisbak moesten lopen. Dus rechter, en dan rollen die maiskorrels rollen voortdurend onder je weg. Ja, en dan worden die enkels die worden zo sterk als ik weet niet wat. Dus dat was eigenlijk fantastisch. En zo hadden we nog wel van die dingen, waardoor we, laten we zeggen, bijna geen blessures meer kregen. Omdat we dat door heel innovatief te wezen, met bepaalde oefeningen of met bepaalde dingen voorkwamen. Tijdens het Inspiration Event vond ook de aftrap plaats van Be The Change Awards. Een speciaal samengestelde jury gaat ieder kwartaal op zoek naar businessclubleden, spelers en uitzendkrachten die het voorbeeld zijn van succesvolle verandering en groei. Wat willen jullie met de Be The Change Awards bereiken? Verandering. Verandering in de wereld, verandering in de maatschappij. Zelfvertrouwen creëren. Wat we willen creëren is dat iedereen zich bewust is dat hij een hele belangrijke taak heeft. Dat hij verandering kan creëren in zijn wereld en in de wereld van iemand anders. Hoe gaat dat nomineren dan? Wie doet dat? Dat doen onder andere de leden van de OSN. Die eigenlijk mogen nomineren op alle drie de categorieën. En wanneer zijn de eerste nominaties te verwachten? Ik denk dat de eerste nominaties in februari te verwachten zijn.